Sinds de herfstvakantie zit er een nieuwe jongen in groep 8A van de Lorenschool. Flip heet hij. En Flip is blind. Alle klasgenoten van Flip vinden het maar raar en onhandig dat hij blind is. Goedemorgen. Jullie mogen zo beginnen met rekenen, maar we wachten nog even tot iedereen er is. Jullie mogen dit even uitdelen. Jongens, help me nou eens even. De juf krijgt steeds opmerkingen zoals... Dat is toch super onhandig zo? Waarom gaat hij niet gewoon naar een andere school? Daar zullen zijn ouders wel een reden voor hebben. En hup, nu de schrift uitdelen en help hem even. Die middag trekt juf Hester aan de bel bij de schooldirecteur. Ik weet het echt niet, maar Flip wordt echt niet meer geaccepteerd in de klas. Ik kan er echt, ik weet het echt niet. Ja, ik weet het ook. Maar zijn ouders hebben gewoon geen geld voor. En ik krijg het echt niet uit mijn hart om hem weg te sturen. Ik word er helemaal wanhopig van. Misschien heeft meester Maria wel een creatief idee. Mario, ik heb een klein probleempje. Kun je daarmee helpen? Ja hoor, kom maar binnen. Ik weet echt niet meer wat ik met mijn kinderen aan moet. Ze doen zo onaardig tegen Flip. Normaal zou ik zeggen, probeer het eerst zelf maar te lossen. Maar nu heb ik wel een ideetje. De gekste, meest onvoorspelbare en ook creatiefste meester van de school is wel in voor snode plannetjes. De volgende dag zijn meester Mario en juf Hester dan ook druk in de weer in zijn kamertje. Zelfs buiten het kamertje hoor je ze geniepig lachen. Dit wordt echt heel erg grappig. Ja? Ja, oké. Oh, wat doen ze met al die spullen? Huh? Wat gaan ze doen? Hé, ze kijkt. En waarom die rolstoel? Die koptelefoon. Ik snap er helemaal niks van. We krijgen toch geen straf, hè? De roddels verspreiden zich over het schoolplein. Weer een dag later begint de les heel erg anders dan normaal. Ja, ik zag daar allemaal spullen en ik ben heel bang wat ze allemaal gaan doen en zo. Ja, ik denk dat we straf krijgen of zo. Ja, lachen of zo. Ik hoorde van Zweden dat ze een plannetje hadden. Ik ben echt bang. Jongens, wat is er? Wat valt er te zien? Jongens, ik ben er echt helemaal klaar mee. Hoe jullie tegen Flip en zijn handicap doen. Daarom hebben jullie vandaag allemaal een handicap. Hè? Hoe dan? Kunnen ze ons nou een handicap aanleggen? Oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik wil dat jullie nu één voor één naar voren komen. Lot. Met Jay. Lisa. Okay. Hier mag je de hele dag in blijven zitten. Oké. En Job. Talisha en Sophie. En Robin. De hele ochtend is het één grote chaos in de klas. Flip vermaakt zich kostelijk. En de juf geeft gewoon les alsof er niets aan de hand is. Jongens, even opletten. Wat staat hier? Wat is er? Ik snap er niks van. Maar tegen het eind van de dag helpt iedereen elkaar wel. Twee. En twee. Waar moet ik heen? Hier, pak mijn stok maar. Kun je me even duwen? Ik wil wat drinken. Nu even stil en op je stoel gaan zitten. De maskers en de koptelefoons mogen er weer af. Wat zeg je? Koptelefoon. Wat vonden jullie ervan?
ervan om één dag zo'n handicap te hebben? Margje? Ik vond het moeilijk, maar uiteindelijk hielp iedereen me wel. En vond je het fijn om geholpen te worden? Ja, eigenlijk was het wel nodig, anders had ik niet gekund. Misschien zien jullie wel nu hoe Flip jullie hulp nodig heeft. De klas ziet in dat ze weinig begrip hadden voor de situatie van Flip. Sindsdien is iedereen veel aardiger voor Flip en wordt hij goed geholpen in de klas.